bij Igmar. Opa, daar is hij in de studio bij ons. En jij zegt net kort van, jij straalt. Maar ik moet zeggen, er komt hier een stralende Polska de studio binnenlopen die bijna stuitert van energie, man. Ja, thanks, man. Ja. Thanks, man. Je zit er lekker in op dit moment. Gaat goed, man. Ja, gaat goed, man. Ik sta op met lach. Ik ga slapen met lach. Alles werkt, man. Alles werkt. Laten we allereerst even je dag doornemen, want ik zat even jouw Insta-story te bekijken. Jij bent vandaag gaan zwemmen met via chauffeur van de jeugdvertegenwoordiger. Ja, ik had voor zijn verjaardag een hengel gekocht. Sowieso het beste cadeau wat je een man ooit kan geven, je weet toch? Ja. En we zouden eindstand nog heel. We zouden heel de tijd gaan vissen. En we hadden besloten dat vandaag te gaan doen. Hadden we een bootje gehuurd. Waar we en dan ga je vissen met Visserver? Holy Sloot. Waar we naartoe gegaan. Ja. Of hoe dat ook heet. En toen gewoon vissen, man. En gewoon varen en biertje drinken. En zwemmen in de meer, man. Live, man. Maar heb je ook vissen gevangen of niet? Misschien straal ik daarom zo. Gewoon omdat ik gewoon met echte dingen in het leven bezig ben. Ja, is dat zo? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om gewoon dat soort dingen te blijven doen. Heb je dat te lang niet gedaan, man? Ja, zeker. Ja? Zeker. Te lang bezig met alleen succes en geld en alles. En, laat me een voorbeeld geven, ja? Als ik op vakantie ga, ik heb altijd ruzie met mijn vriendin, omdat ik nooit langer dan 5 dagen op vakantie kan gaan. 5e dag, ja? Paniekaanval. Ja, echt hoor? Paniekaanval, gewoon lijp, gewoon gek. Ik moet terug. Omdat je zo bezig bent met altijd die muziek en het moet goed gaan. En, ja, het moet goed gaan en ik wil gewoon streng voor mezelf zijn. En ik ben alles wat ik heb bereikt, heb ik bereikt door hard te werken. Ja. Echt door hard te werken, harder dan iedereen. Ja. En dus ik weet niet. Het is iets waar ik aan het werken ben, man. Maar wat is nu dan het verschil? Want ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat je denkt, nou ja, weet je, is dit het dan? En dan kom je. Wat is dan nu het verschil dat je anders doet dan nu, zeg maar, de Polska van nu? Nou, sowieso. Ik heb nu een album gemaakt. Ja. En ik heb dat album bijna helemaal in mijn eentje opgenomen. Gewoon helemaal in je eentje opgenomen? Gewoon een studio gehuurd. Ja. En dan af en toe laat ik wel producers langskomen. Maar meestal ben ik gewoon zelf gewoon in mijn eentje gewoon aan het werken. Om wat meer die rust erin te pakken? Ja, gewoon om echt op mijn eigen manier muziek te maken. Net, gewoon een beetje even terug naar het begin. Even gewoon weer even wat nieuws proberen. Ja. En met nieuwe mensen te werken. Ik heb Roland vandaag meegenomen. Ja, komen ze meteen bij. Mijn bro. Kijk. Mijn bro. We hebben veel toffe muziek gemaakt. En naast Roland ook gewoon met andere beginnende producers. Opkomende artiesten. Ik vind het gewoon leuk om gewoon even met voeten op de grond even gewoon nieuwe shit te maken, man. Ja, want de afgelopen tijd, ik had het net kort over. Je hebt nu een nieuwe track uit die ik echt lekker vind. Stunt. Ik moest hem eerst even. Ik zei het net kort tegen je. Ik zei, ik moest eerst even 2 keer dan luisteren. Toen dacht ik, oké, en toen dacht ik, ja, hij is lekker. Heb je ze wel 2 keer op de radio geluisterd? Ik heb ze nog niet 2 keer op de radio. Kijk, dat doet weer goed, hè? Dat doet weer goed. Maar is dit een beetje de sound waarvan je denkt van oké, deze sound wil ik een beetje pakken voor mijn album? Want hoe lastig is het om de Polska-sound te houden op dit moment? Het Nederlandse hiphop gaat op dit moment groot, al die gasten staan, hè? Hoe hou jij die Polska-sound daar een beetje tussen? Ja, dat is gewoon vooral gewoon doen wat ik zelf leuk vind om te doen. En natuurlijk moet je wel met de tijdgeest van deze dagen denken, weet je wel, je kan niet koppig zijn en gewoon altijd hetzelfde blijven doen. Ja. Dus, maar ik probeer gewoon op mijn eigen manier invulling te geven aan bepaalde genres. En nu is dat dit. En jij zei het net al tegen mij van, ook al klinkt dit heel anders, het klinkt wel Polska. Ja. Dus ik weet ook niet precies wat het is, maar het lukt me toch om mijn eigen stempel te Wat is dan, als je het zou moeten omschrijven, wat is dat het Polska klinkt? Wanneer klinkt iets Polska? Ik weet het niet, man. Nee. Ik zou het echt niet weten, man. Ja, als het gewoon verfrissend klinkt, man. Als het gewoon anders klinkt, eventjes even tegen de richting in van wat er gebeurt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik vind. Je hebt een nieuw album komt er nu aan. Je zegt net kort, ik heb met nieuwe producers samengewerkt. Is dat eng of leuk of lastig? Of hoe is dat om met nieuw? Want je werkt al veel samen met Boos van de Beat. Ja, dat is wel heel anders. Ik heb eigenlijk nog. Dit is de eerste. Even kijken, zeg ik het goed? Volgens mij eerste single ooit. Ja. Yeah. Zonder Boos van de Beat. Zo. Echt. De allereerste single zonder Boos van de Beat. Zonder Boos van de Beat, ja. En weet je, wij hebben zo lang samengewerkt dat op een gegeven moment ben je muziek aan het maken en verras je elkaar. Dus bijvoorbeeld, zeg maar, als ik nu met iemand werk, yeah, en iemand tikt een beat, ben ik zo van, wow, klinkt gek, je weet toch? Ja. Elkaar zo, oh, sick. Of ik neem dan een verse op en dan krijg ik van die producer van, wow, dit is sick. Als ik en Boas
op een gegeven moment... Jullie wisten bij wijze van spreken als jij rechts zaten wij gewoon in de studio en dan deden we ons ding. En dan gewoon, oké, Lauwman. Oké, volgende tune. Ja. Dus zeg maar die nieuwigheid. Ja. Dus daarom dacht ik even gewoon eventjes wat nieuws doen. En, maar no worries. Ik en Boas zijn wel op iets anders, man. We zijn wel op iets anders. Maar daar komt nog wel een keertje dat ik dat ga vertellen. Nu is dit. Hey, een stunt is nu uit. Wel betekent dat, wanneer mogen we dat album verwachten? Is er al iets of bekend? Of? Ik ben het nu aan het afronden. Ik hoop dat het deze maand af is. En eigenlijk wil ik het gewoon daarna zo snel mogelijk uitbrengen. Dus. Kan je daar een klein tipje van weggeven wat er allemaal op staat? Ik stel wat een hele wil je weten? Ja, wat wil je weten? Samenwerkingen of andere dingen? Samenwerkingen. Roland. Ik heb ook met Jacques Chirac gewerkt. Kijk. En voor de rest over de featurings ga ik nog niks zeggen. Nog niks, dat vind ik wel verrassend. Titel? Titel heb ik nog niet. Heb je nog niet? Nee. Kunnen we niet meedenken met z'n allen? Kom maar. Zit je nu te luisteren en denk je van, ik heb nog wel een goede titel voor. Ja, de vorige was Snoller, hè? Ik zweer het op mijn moeder. Ja? Als er een titel voorbij komt waarvan ik denk die past bij wat ik heb gemaakt, dat het hem echt wordt. Maar dan ga ik het niet nu nog gelijk vertellen, maar dan zeg ik het wel tegen jou. En dan mag jij het op een gegeven moment vertellen. Dat. Doe dat. Oké, zit je nu te luisteren, 6363. Stuur eventjes een goede titel in waarvan jij denkt, dit is een goede titel voor het album van Polska. Dan gaan we ze zo even met hem doornemen. Dus dan ga je zo meteen een track live doen. Gaan we ze zo meteen even met hem doornemen. Wat dan een goede titel track zou zijn voor je en album. En ik sta open dat mensen gewoon ook jokes sturen. Je weet toch maar. Ja. Als je wil winnen, moet je wel echt even serieus even iets dat goeds. Zou wel mooi zijn als we hier op Slam gewoon het titelalbum voor jou verzinnen. Ja, dat zou zo. Kom op, lieve bij Igma luisteraars. Doe even mee en verzin even een leuke titel voor het album van Polska. En vertel even, wie heb je bij je vandaag? Want introduceer deze man even, waarom werkt hij met hem? It's my bro from Leeuwarden. Far away. It's Roland. Jawel, man. Ja, Roland. Ja. Goedenavond, leuk jou hier in de studio te hebben. Thanks, man. Waar kennen jullie elkaar van? Even kijken, we zouden een track maken voor... Farty Squad. Of Farty Squad. Farty Squad. Ja. Leg even uit. Farty Squad. Nee, Party Squad is bezig... jongen, deze man weer. Nee, we zijn ook bezig met een nieuw album. Ja. En wij werden aan elkaar gelinkt. Ja. En dat nummer is ook trouwens echt best wel sick geworden. Ja. Dat komt denk ik op hun album. Ja. Maar ik weet niet, wij gingen gewoon chillen daarna. En van het een kwam het ander. En ik was bezig aan dit nummer en ik checkte Roland van, kan je iets Frans doen, man? Er zit Frans in, inderdaad. Kan je iets Frans doen, ja. Ja. Dus zodoende, toen had ik iets opgestuurd en hij vond het tof. Dus, en nu zitten we hier. Nou ja, zeker, dat is het, want het is ook tof. En laten we zo meteen nog even verder praten. Maar ik wil eigenlijk gewoon dat jullie even naar de microfoons gaan. Ja, en hem hier live gaan doen. Slam.